bij Igmar. Ja, waar een gemiddeld mens 6 suikerklontjes, 2 blikjes energy en 6 cupjes espresso nodig heeft om zoveel energie te krijgen als de man die nu in de studio is, draait hij daar zijn hand niet voor om. Hij is namelijk gewoon 1 brok energie. Het is de bedenker van het concept en label Dirty House, maar ook de grondlegger van het knotje. En die draagt hij met verven. Yeah. En we hoorden net dat hij ook nog een stevig potje Benga Boys in zich heeft. Hij kreeg al support van David Guetta, Steve Aoki, Bingo Players, Hartwell en Diplo. Mag ik een groot applaus voor Fato González in de studio? Hoi, welkom Björn. Yo. Goedenavond, hoe is het? Ja, optimaal. Ja, en dat snap ik, want van harte trouwens. Ik zag dat jouw track meer dan 1 miljoen keer beluisterd is op SoundCloud. Dan hebben we het over Violet Nights. Yes, mijn track Violet Nights met Mucky inderdaad. De 1 miljoen SoundCloud plays. Gaaf man. Er zitten Spotify en YouTube zitten ook geloof ik allebei over de 500.000. Gaat lekker en met een nieuwe video Push Rhythm. Die gaat ook nu al richting de 500.000 views in 1,5 week tijd of zo. Want ik zag jou twitteren. Mijn eigen sound. Hij bevalt. Want ik heb een interview ook van jou gehoord dat je hier bij Igmar was. Ja. En dat je het had over een nieuwe sound waar je ook al 1,5 jaar mee bezig was. Hè, om het langzaamaan te tweaken naar iets nieuws. Yep. Want waar je eerst aan het raggen was, aan het rammen, is het nu meer dansbaar. Is het nu ook echt dat je denkt van, nou weet je, die eigen sound, die nieuwe sound van Fato González, het is gelukt? We zitten er. Nou ja, of het is gelukt weet ik niet. Dat weet ik pas over 10 jaar. Dan kan ik achteraf zeggen van, nou dat was een goed idee. Of nou, had ik toch niet moeten doen. Dat weet je van tevoren nooit. Ik moet wel zeggen dat het wel weer lekker aan begint te trekken. Ik merk ook wel, ik zat een beetje af te vragen, wat gaat Festival het Nederland doen dit seizoen tijdens festivals? Ja. Want ja, afgelopen seizoenen, IDM, rammen, beuken, met z'n allen springen. Maar ik merkte toch dat een hele hoop mensen een beetje springmoe zijn geworden. Die hebben zoiets van, kende jij die muziek niet even aan laten staan, weet je? Dan kan ik tenminste rustig gewoon lekker dansen en het dansje springen. Want dat was het uiteindelijk geworden. Is een beetje een soort van uit de gratie geraakt. Ja, nou en ook even een goed voorbeeld daarvan is Headhunters. Die heeft op een gegeven moment ook gezegd van, ik stap daar vanaf van het harde rammen en ik ga over naar dat wat rustigere kant. Ja, dan was Headhunters daarin denk ik wel redelijk uniek. Omdat die... ja, wel een hele andere kant van het. Een hele andere kant. Plus het harde werkte ook gewoon nog prima. En... Layback and relax. Rustig muziek. Hele andere vibe. Gezellig. Doe er gelijk een kopje rooibos bij zijn met de plaat. Ik zal het even ophalen. Maar goed. In ieder geval, ik merk ook dat het publiek de hele sound is veranderd. Het is nu naar de top 40 kijkt. Er staat geen IDM-plaat meer in de top 40 volgens mij. Nee. Het is allemaal of een beetje een soort van twerk-achtig, maar dan rustig. Tropical house of gewoon een gezellige hippie met een gitaar. En er staat best gezellige muziek in de top 40. Alleen een jaar geleden was de top 40 best wel een beetje lachdicht in de buurt van wat je op festivals hoorde. Ja. En het is nu een beetje uit elkaar gaan liggen. Dus ik zat nu ook met Koningsdag een beetje te kijken van, nou gaan al die mensen dat op grote festivals trekken? En het antwoord was volmondig, mensen gingen al bananen. Kan het niet dan, toch? Even voor de goede orde, je hebt net over dat je de festivalscene een beetje hebt zien veranderen. Hoeveelste festivalzomer wordt dit voor jou? Oh mijn god. Heb je zelf eigenlijk enig idee van? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik geloof dat echt qua grote festivals het nummer 8 of zo wordt. Iets in de richting, 7. Nou, en ik zit ook te kijken. Pink Stereo, Seventh Sunday, Palladio, Emporium, de TT-nacht, Cube Outdoor Next Generation Festival. Het zijn er ook nogal wat, hè? Ja, dan hebben we nog Summer Festival in België. En dan ga ik nog een keertje naar Engeland binnenkort. Mutiny Festival. Ja, ook internationaal begint het een beetje een stuk meer aan te trekken, zeg maar. Ja. België loopt al een tijd echt lekker nu. En tussendoor dan ook nog ruimte vinden om Push Rhythm dan uit te brengen. En ik hoor net ook alweer plannen met een videoclip. En... Ja, de volgende is al langer de maak, joh. De volgende 4 tracks zijn al af liggen op de plank. Jeetje. Dus het moet gewerkt worden. Maar wat ik me afvraag, hè, we hebben laatst hier FaceDJ Ruud gehad. Die zei volgens mij na 5 jaar... Ik vind het wel mooi geweest. Volgens mij, Fato, heb jij ook ieder stukje asfalt en ieder tankstation in Nederland wel weer gezien? Ja, ik wil niet opscheppen, maar ik ben echt wel een expert in gebied van tankstations geworden. Ja. En vooral de koffie natuurlijk dan ook. Maar is het voor jou, komt er voor jou ook niet een keer zo'n breekpunt aan? Hè? Voel je dat voor jezelf? Nou kijk, het ding met Ruud is, ik heb geen glazen bol en ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar ik ken hem wel een beetje. Ruud heeft echt een heel erg slim product neergezet en die heeft echt een soort van... Alles wat een feestje kan zijn, gedestilleerd naar een ultiem product genaamd Feest DJ Ruud. Ja. En hij heeft iets neergezet wat nog nooit iemand hem heeft nagedaan. Alleen, je bent wel beperkt tot dat ene product. Dus eerlijk gezegd, Feest DJ Ruud stopt. Ik heb zo'n idee dat hij nog wel doorgaat met iets anders. Ik weet het niet, hij heeft me niet verteld. Niemand heeft me dit verteld, maar Ruud kennende, hij is een hoop dingen, maar hij is niet dom. Deze man heeft ongetwijfeld een geniaal plan.
Ja, en volgens mij weet Vato meer dan wij denken, hoor. Nee. Het gonst nog wel eens in de wandelgangen. Plus, ik heb op mijn balkon af en toe van die vogeltjes die zeggen dingen. Ja. Maar jij stopt voorlopig nog niet, hè? Nou, hell no. Nee. Dit zouden we ook niet willen. Ook. Nee. En sterker nog, ik ga je ook vragen om achter de DJ-boot te gaan kruipen. En... Bij Igmar.